Favoriet sluit ook weer aan. De auto is op 100 meter van het startpunt. En de start is gevallen. Beginnen we de galoppaarden voor Fernando Medo, maar is niet de enige die zich bezondigt aan fouten. Misschien ook een fout, maar die loopt inmiddels weer. Van het paard in de PD-kleuren. Uitgeschakeld nummer 9. De 6 en de 9 die waren niet op tijd in draf en die zijn eruit. En de leiding is makkelijk genomen door Ibsen Boko. Ibsen Boko komt als eerste de rechte lijn aan de overzijde in. De 6 en de 9 er dus uit. En Ibsen Boko maakt het tempo met Jimmy Snyder, die net een nieuwe CD uit heeft gebracht. En misschien kunnen we die straks nog even laten horen, maar daar is het op dit moment even geen tijd voor. Want we gaan eerst even kijken hoe die rijdt. Jimmy Snyder aan de overkant zet het tempo nu stil. Tweede plek daarachter is voor het nummer 6 van... Uitgeschakeld nummer 3, nummer 3 galop. Ian Stardust, want die komt aan de buitenkant op. Aan de binnenkant Velton Red, Red, Red. En daarachter volgt dan aan de relingzijde Javis. Hij is eruit, Ian Stardust. Ja, ik zit ook te kijken, Rogier, maar dit was... Een actie die ik niet verwacht had. Hij is er inderdaad uit. De 3, de 6 en de 9 zijn eruit. En dat houdt in dat we met een heel klein veldje zometeen de rechte lijn voor de tribune weer in gaan komen. En Ibsen Boko leidt. Ibsen Boko, daarachter op plek 2, volgt Velton Red Red Red. Die ligt er mooi in met Jaap van Rijn. En daarachter dan Jawis. Die wordt gevolgd door Jannie van Tim. Ook die heeft een aardig plekje gevonden op de rug van Jawis. En de vlieger zal daar blij mee zijn. 17-8 de tweede tussentijd. Daarachter trekt John Dekker de proppen achter Freya van Jip. En zo gaan we de slotronde in met Ibsen Boko die tempo er een beetje uit heeft gehaald. Vier paarden voor de rest. Pols ligt daarachter met Fernando Medo. Ook die gaat in de achtervolging. Maar we zien dat de 3, de 6 en de 9 eruit zijn. Daar zit Fernando Medo niet bij, dus dat kan hij ook rustig doen. Hij gaat misschien die aansluiting nog pakken, maar het vooraan gaat straks het tempo weer omhoog. Ibsen Boko en Jimmy Snyder met de handen vol. Gaat de rechte lijn overzijde in. Velton Red Red Red, die ligt al op de loer. Die gaat straks zijn eigen box voorbij. En als hij daar voorbij is, dan gaat de finishfase ook al bijna aanbreken. En Velton Red 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 ligt heel makkelijk tweede. Jawis op plek 3. 16-5 de tussentijd. Je ziet het er niet aan af. Daar komt Jawis en dan moet Velton Red 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 ook gaan. Velton Red 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 gaat gelijk naar het tweede spoor en die valt aan. En nu gaat ook Jimmy Snyder rechtop zitten. Maar die aanval die gaat er komen. Die is ernaast gekomen, Velton Red Red Red. En het tempo is duidelijk omhoog gegaan. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. De orenkap is eraf bij Velton Red Red Red. En hij heeft ook al een lengte voorsprong. Komt als eerste in de laatste rechte lijn. Velton Red Red Red. Dan Ibsen Boko. En daarachter komt aan de buitenkant Jawis. Zijn in de laatste rechte lijn. Jawis gaat naar plaats 2. Ibsen Boko nu op plek 3. Maar die winnaar, die is niet te pakken. Die is te goed. Go baby! Go, go, go! 13-7 de laatste 500 meter. Velton, red, red, red. Dan Jawis en dan Ibsen Boko.